Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht van ik ga de video's van die normaal de energie van de week zijn. Ik ga die apart doen. Dus apart een video voor de mannelijke energie en apart een video voor de vrouwelijke energie. Omdat ik voel dat er heel veel gaande is. Voornamelijk bij de mannelijke energie. En ik kan niet goed de vinger erop leggen wat dat eigenlijk precies is. Of dat er gaande is of wat er aan het gebeuren is. Dus we gaan eens zien wat dat we hier krijgen. Aan de andere kant de Tower. Dat is wat ik al voelde. En de Great Wheel, dus het grote wiel. En wat krijgen we aan de onderkant van de dingen? De alchemiekaart, ondersteboven. Hoe heet het? De abundance, overvloed, ondersteboven. De lovers, omgekeerd. De sage of flames en de eight of challenges. Hier hebben we eigenlijk al een antwoord op onze vraag. De mannelijke energie heeft het gevoel dat er van allerlei dingen aan het crumblen zijn, aan elkaar aan het vallen zijn. Net zoals hij hier die toren ziet. Het leven dat ze gekend zijn, het leven dat ze gewoon zijn, is gewoon uit elkaar aan het vallen. Maar dat komt niet door de karma-kaart, niet door iets wat ze gedaan hebben, maar omdat het eigenlijk voorbestemd is. Dat is hetgeen wat bedoeld is, dat is wat dat is verbonden met de zielsafspraak. En daarom worden ze geduwd om nog meer te gaan werken met energie, om nog meer te gaan luisteren naar hun innerlijke stem. Om de alchemie van de ziel, is wat ik hoor, om die te ontdekken en te begrijpen wat dat dan betekent om als een energie hier in een fysiek lichaam te leven. Waar dat de vrouwelijke energie in daar eigenlijk al een stuk verder is dan. Dus de vrouwelijke energie is al veel bewuster op dat vlak. En dat is ook de reden waarom dat de mannelijke energie die overvloed nog niet ervaart. Dus kijk, overvloed zou er normaal gezien zijn. Je ziet, die vrouwelijke energie is een eenheid. Geeft die verbinding ook met lichaam, geest en ziel. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. De vrouwelijke energie snapt dat. En weet ook dat dat hetgeen is wat ze uiteindelijk gaat vormgeven in de 3D, in de realiteit. Namelijk die liefde. Die liefde dat ze voelt in de 5D. Maar daarvoor vraagt het aan de mannelijke energie om zelf die verbinding ook te maken. Om al die puzzelstukken dat ze hebben samen te leggen. Om uiteindelijk dan ook weg te stappen van hetgeen dat hen niet meer dient. En daarvoor is die tower er. Die tower die goddelijk geleid is. En die uiteindelijk overvloed brengt. En die diepe liefde. En dat allemaal van gewoon van de onderkant van de kaart. Maar wat krijgen we nog? Seven of Flames. Ik ga ze gewoon eventjes hier openleggen. En mijn kabel van mijn microfoon aan de kant leggen, voor alleen dat ik hem weer uittrek. En dan hebben we Ten of Orbs, Master of Orbs en Four of Crystals. Er waren twee kaarten die samen eruit gevlogen zijn en dan de drie. En ik hoor dat ik die ook moet zo gaan bespreken en gaan interpreteren of de boodschap gaan doorgeven. En de eerste is Guidance. Die ligt ook, zoals je kan zien, ondersteboven. En de andere is Seven of Flames. Seven of Flames is eigenlijk, duidt eigenlijk ook op die vrouwelijke energie. Zoals hij hier ook kan zien, het gaat ook over vrouwelijke figuur. En hetgeen wat ik hoor is dat eigenlijk de mannelijke energie geen leidingwerk op dit punt kan en mag ontvangen van zijn vrouwelijke energie. En daardoor ga je ook misschien nu merken dat er tussen jou en jouw mannelijke energie, of gewoon intern tussen beide energieën, dat die communicatie eigenlijk niet zo is zoals dat ze anders geweest is. Dat er, waar dat er vroeger harmonie is, waar dat er vroeger veel meer consistentie is, meer voorspelbaarheid, is dat er eigenlijk nu opnieuw niet meer. Waarom? Omdat de mannelijke energie moet leren om de ondersteuning dat hij vroeger had via die vrouwelijke energie, en waar dat de vrouwelijke energie ondersteuning had van haar bron, dat hij moet nu op dit punt eigenlijk zelf die ondersteuning gaan vinden. Zelf die leiding vinden van zijn eigen energie, zijn eigen team. Maar dat lukt hem niet. Waarom niet? Omdat hij hem veel te veel laat leiden door zijn mentale, door zijn gedachten. Dus hij wordt gevraagd om echt die
meester van gedachten te worden, dus om door echt controle te krijgen op gedachten en om eigenlijk dan van daaruit uit zijn grot te stappen. Je ziet dat deze man eigenlijk in zijn grot zit en eigenlijk ja, dat vier kristallen heeft. Die vier kristallen, dat is eigenlijk zijn werk. En dus dat hebben we dat net ook gezien in de eerste kaarten, dat de mannelijke energie, de wereld dat hij vormgegeven heeft, de wereld dat hij gecreëerd heeft, hoe dat hij dacht dat de wereld werkte, dat valt gewoon allemaal ineen. De dingen dat hij vroeger gedaan heeft, dat werkt niet meer. De manier waarop hij vroeger dacht, de manier waarop hij vroeger dingen controleerde, niets van dat alles werkt nog. En dat maakt dat hij natuurlijk heel die angsten en die zorgen en die ballast heel hard voelt. Maar dat wordt, waarom? Wordt erger, wordt door die toren eigenlijk extra vergroot, ook de Mercurius retrograde en die het planeet van communicatie is. Wordt dat vergroot omdat het belangrijk is dat hij ook controle krijgt over zijn gedachten. En niet zijn gedachten aan het stuur laat staan, niet zijn gedachten de keuzes laat maken, maar daarvoor die begeleiding vanuit zijn hogere zelf en dus vanuit zijn passie en zijn ziel. Want de flames zijn verbonden met je ziel, zijn verbonden met je vuur. En dat is hetgeen waar dat hij op dit moment heel hard tegenaan loopt. Dus nu, dat is de komende weken en eigenlijk ook iets langer hoor ik. Oké, we gaan dus dat extra karten bijleggen. Wat moeten we nog weten? Dus het is ook begrijpelijk dat als er geen of weinig communicatie is, rare communicatie is tussen mannelijke en vrouwelijke energie, dan heeft dat ook zijn reden. Hè? Dat is ook door Mercurius retrograde, dus de planeet van communicatie. Sowieso weet je dat er die periodes de communicatie iets moeilijker, dat er veel meer misverstanden kunnen gebeuren. Maar in zielsconnecties is nu de reden daarvoor, omdat elke partij voor zichzelf zou eigenlijk leren om de innerlijke leiding te gaan volgen. En niet naar elkaar te kijken van wat gaan we doen, wat is nodig, wat is het beste, wat weet jij, wat voel jij. Maar echt die innerlijke leiding gaan volgen en van daaruit dan eigenlijk de waarheid gaan spreken. Van daaruit dan keuzes te maken. En dus eigenlijk die meester of orbs in dit deck, dus de meester van je gedachten. Oké. De onderkant van het deck is Three of Wands. Dus uiteindelijk gaan we naar een persoonlijke victory. En hier Six of Wands, maar omgekeerd. Logisch, want er is nog niet echt een individueel succes merkbaar. Maar daaronder ligt ook de Empress. Dus de Empress verwijst ook weer naar die Divine Feminine. Als eigenlijk dat dus het succes. Dat is voorbestemd, dat gaat er zijn, maar het is nog in een zaadje. Dus daarom is het ook nog niet zichtbaar. Denk maar aan het begin van de zwangerschap, of helemaal aan het begin, als je een zaadje van een plant, dat je iets gaat zaaien, dan is het ook nog niet duidelijk van wat dat gaat worden, of dat het vrucht gaat dragen, of hoe lang dat gaat duren, wanneer dat hij in leven gaat komen en zo meer. En dat is hetgeen wat we nu met z'n allen nog dieper aan het leren zijn. Om nog meer vertrouwen te hebben, om nog meer in overgave te gaan. In die zin overgave niet van zitten wachten en niks doen, maar overgave in de zin van weten dat het universum voor jou werkt. Dat het universum achter de schermen de dingen doet die nodig zijn. En dat je ook mag vertrouwen dat, ook al heb je het gevoel dat je mannelijke energie op dit moment niet de stappen zet die nodig zijn, dat hij toch bezig is met dingen aan te pakken. Dat hij toch bezig is met dingen aan te kijken. En dat zien we ook in de andere kaarten. We hebben de Eight of Pentacles met de Four of Swords en de Emperor omgekeerd. Ja, ik ben even aan het vragen of ik de andere drie ook al moet nemen, maar eerst deze drie. En de boodschap hierbij is dat de mannelijke energieën eigenlijk nog niet heel stabiel zijn in hun geheelde mannelijke energie. Omdat zij ook, net zoals de vrouwelijke energie, heel veel dingen op een andere manier moeten gaan doen. Maar dat er nog geen templates voor zijn. En dus heel veel heilige huisjes moeten omver gaan duwen. Dingen anders gaan bekijken. Anders over gaan denken. Dat geeft gaan stress. Dus dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk, dat ze tot voor kort misschien wel al in die emperor en dus in die geheelde mannelijke energie zaten. Dat ze nu weer heel hard gaan twijfelen. Waarom? Omdat ze eigenlijk nog steeds vanuit een oude gewoonte gaan kijken van. Naar het fysieke. En daarom zijn die pentacles, maar die liggen omgekeerd. Dus de pentacles tonen niet van
tonen geen resultaten of zijn geen bewijs van de stappen dat ze gezet hebben, de lessen dat ze geleerd hebben. En dat is eigenlijk hetgeen waar we er nog dieper over gehad. Dat ze nog veel meer vertrouwen op hun intuïtie, dat ze nog veel meer vertrouwen op hun eigen vrouwelijke energie. En daarom is nu ook het moment dat deze week en de afgelopen dagen of week misschien veel meer afstand is. Of lijkt alsof er veel minder communicatie is tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Waarom? Omdat dat uiteindelijk jouw die nieuwe wereld gaat brengen. Je ziet ook die acht, het oneindigheidsteken. En deze kaart verwijst eigenlijk ook naar een nieuwe wereld. Een nieuw begin, een nieuwe manier van leven. Maar dat vraagt natuurlijk dat je wegstapt van al de dingen die niet meer passen, van al de dingen die niet meer afgestemd zijn op je nieuwe versie. En eigenlijk gebruik ik niet graag nieuwe versie, want eigenlijk gaat het over terugkeren naar onze blauwdruk. Los van alle lasten en ballast en wat dan ook. En dat vraagt dus dat we ook weer hier, want deze kaart is eigenlijk dezelfde als deze, alleen hier ligt die ondersteboven. Dat is eigenlijk met dezelfde boodschap van: zolang dat jij je waard niet kan spreken, zolang dat jij niet vanuit licht en liefde, vanuit afstemming met je ziel eigenlijk kan communiceren, dan ga je ook nooit die oneindige mogelijkheden en die nieuwe wereld kunnen gaan ervaren. Dan zit je nog niet in dat hogere bewustzijn. En ik ga eens andere kaarten kijken. Welke schaduwen dat we de mannelijke energie nu in dit moment moet aankijken. Of mee bezig is. Het kan zijn dat ze er mee bezig zijn natuurlijk. Dat zijn de schaduwen. Dat moeten we nog weten. Oké. Dan hebben we drie kaarten. De Fool, maar omgekeerd. De Well-being Awareness kaart ook omgekeerd. En dan 22 kaarten. En de Hierophant ook omgekeerd. Dus ik ga ze als eerste gewoon tonen. Gewoon. Dat is eigenlijk de Fool kaart. Dat is nul. De Fool heeft te maken met een nieuw begin. Maar tegelijkertijd een nieuw begin in de zin van een onbeschreven blad. Je hebt nog geen voorkennis. Je hebt iets dat je nog nooit ervaren hebt, ben je eigenlijk het pad aan het lopen. En het lag omgekeerd. En het is ook verbonden met een reis, een progressie die je maakt, een pad die je loopt. Dus dat wil zeggen dat de mannelijke energie eigenlijk een level hoger geschakeld is, maar nog helemaal nieuw daarin is. En dat is hetgeen dat we daarnet ook gezien hebben. Nu worden ze eigenlijk een stukje losgekoppeld van de vrouwelijke energie, zeker in de connectie, omdat ze moeten veel meer op hun eigen vrouwelijke energie gaan vertrouwen. En dat brengt heel veel onzekerheid en heel veel stress met zich mee. En dan hadden we awareness, dus bewustzijn, met de 22-4-kaart, met well-being. En ook die ligt ondersteboven. Hoe logisch is, omdat die mannelijke energie denkt en het gevoel hebt van: ik lig hier helemaal. Alleen, ik leg hier helemaal ondersteboven, als het ware. Omdat die kaart ondersteboven. Dus hij voelt zich niet echt heel comfortabel in die nieuwe positie, in die nieuwe versie. Dus eigenlijk in zijn authentieke energie. Voelt hij zich echt als een pasgeboren baby. En dan de laatste kaart die verbonden is met de schaduwen, gaan over wijsheid, begrip en mentoring. En dus Trainer en Hierophant. Hierophant is verbonden ook met het stier, teken stier, dus aardeteken. Ik geloof dat er ook een aantal planeten nu in stier stonden. En dat is eigenlijk een hele trage energie. Het is niet zo fluïde, het is een aardeteken, dus het gaat ook heel traag. Ja, en dus de reden waarom dat die ondersteboven ligt, is omdat hij eigenlijk nog volop aan het wegstappen is van oude dingen. We hebben dat daarnet ook gezien, twee keer. Waar heb ik dat gezien? Ah ja, hier hebben we dat gezien. Eight of Challenges, dat hij nog ondersteboven lag. En dan hier, hoe dat hij hem gevraagd wordt om te doen, is om letterlijk weg te stappen. Om bewuste keuzes te maken. Want het is maar pas vanuit het maken van die bewuste keuzes, dat hij eigenlijk balans gaat kunnen brengen terug weer in de connectie. En dus dan van daaruit, van die nieuw verkregen balans, weer in communicatie kan treden met de vrouwelijke energie. Dus van het weer accepteren van zijn eigen vrouwelijke energie, weg te stappen van het geruis van de wereld om zich heen. Dat creëert en geeft ruimte om
weer nieuwe stappen te zetten in dat nieuw verworven, die nieuw verworven wijsheid, die nieuw verworven identiteit zelfs. Oké, ik was aan het vragen dat ik deze kaart moest spreken, maar dat was niet. En dus bij dit alles is tijd eigenlijk heel belangrijk. Zeker als je kijkt als een vrouwelijke energie, is het heel belangrijk om nu in dit moment van de fase te focussen op jezelf. Jouw eigen stabiliteit verder te creëren, jouw eigen dromen, jouw eigen missie verder vorm te geven. En dat gaat automatisch ervoor zorgen dat je eigenlijk ruimte geeft aan je mannelijke energie om nog verder in zijn healing te gaan stappen. Het nadeel daarvan is wanneer je constant aandacht en constant liefde wil geven, wat heel begrijpelijk is, been there, done that. Maar dan hou je de ruimte vast en dan kan de mannelijke energie nooit naar jou toe komen. Dan kan zij nooit het initiatief nemen. En daarom is het advies van. Neem geen initiatief, laat het ontstaan, laat het komen vanuit je mannelijke energie. Waarom? Omdat je dan weet op dat moment dat hij of zij er klaar voor is om de dingen te horen die moeten gehoord worden. Of om weer met jouw energie te verbinden. We mag niet vergeten dat de vrouwelijke energie, haar energie, een stuk hoger is. Gewoon omdat zij iets verder op het pad van bewustwording en ontwikkeling staat dan de mannelijke energie. Dus voor hen is dat heel lastig in het begin. En eigenlijk wat overweldigend en eigenlijk zelfs vermoeiend om heel lang in jouw energie te blijven. Dus neem dat niet persoonlijk, dat heeft gewoon te maken met waar jij staat als zielsgroei en waar de mannelijke energie staat als zielsgroei. En wat krijgen we? Roots of Abundance. Vind ik een hele mooie kaart. Waarbij dat je ziet dat eigenlijk nu ook weer nieuwe wortels gelegd worden om nog meer overvloed te ervaren. Niet alleen in jouw leven, maar ook in jouw connectie. Overvloed van liefde, overvloed van geld, overvloed van vrienden, overvloed van alles wat je maar wilt. Van leuke momenten. Maar het vraagt aan jou, en zeker ook aan de mannelijke energie, om open te zijn om dat te ontdekken. Om open te zijn om doorheen die ervaringen te gaan. En eigenlijk echt die stap ook te zetten in dat bekende. En daarom had ook die voelkaart, maar lag die nog omgekeerd. De mannelijke energie staat eigenlijk op de cusp, zoals dat ze zeggen, on the edge, op de rand om die stap te zetten in de onbekende, om heel veel dingen in de realiteit te brengen, om misschien uit te spreken hoe dat hun gevoelens zijn ten aanzien van jou. Maar er zijn nog heel veel dingen die hen ook tegenhoudt. Dus daarvoor is het belangrijk om die ruimte te houden, om die ruimte te geven aan de mannelijke energie om daar het nodige te doen die nodig is. Wacht, dan gaan we eerst nog de energie. Dan gaan we deze. Deze nog. Eerst de vlammen. Dat vind ik altijd zo leuk aan werken met kaarten, waarin dat je niet gewoon zo onmiddellijk kan ontvangen wat dat er gebeurt, wat dat er hangende is, maar dat je misschien wel voelt, maar niet volledig kan grijpen. Dan brengen zij jou altijd antwoorden. Dat is ook de enige reden waarom ik eigenlijk nog deze video's doe. Omdat ze weer nieuwe inzichten brengen. En het is altijd wel één iemand, al is maar één iemand, die de dingen uithaalt. Nu in dit geval ben ik het ook zelf. Welke energieën zijn behulpzaam voor de mannelijke energie, maar ook voor de vrouwelijke energie deze week? Maar ik ga nog een apart video maken over de vrouwelijke energie ook natuurlijk. Dat is hou de faith, hou het geloof en weet gewoon dat de dingen die voorbestemd zijn, dat je die niet kan mislopen. Je kunt je niet verkloten, zoals ze zeggen in het Nederlands. Je kunt niet fucking up your situation. Dat is gewoon onmogelijk. Het enige dat je kan doen, is het verlengen. Is het uitstellen. En het lastiger en moeilijker maken dan dat is. En dat heb ik tot mijn grote frustratie ook in mijn eigen connectie ervaren. Maar het is dus mogelijk. Maar ook daar, dan is dat ook een teken dat er nog een aantal dingen zijn die niet geïntegreerd zijn, die niet geleerd zijn. En dat we dus eigenlijk veel meer moeten vertrouwen op het pad van evolutie, de tijd van de evolutie. Als je daar hulp in nodig hebt, ga je eigenlijk aartsengel daarvoor vragen. Maar dus de twee energieën voor deze week zijn deze. Even zien we dat die camera. Ja, zo. En dus dat is Raziel met geloof en Zadkiel met compassion. Dus heb compassie voor de mannelijke energie. Ze gaan door heel wat zaken waar wij niet altijd als vrouwelijke energie van op de hoogte zijn, omdat ze ons daar een stuk van in beschermen en besparen, om met hun woorden te zeggen. Zij zien waar dat wij zelf mee worstelen. Zij zien en voelen en weten hoe dat wij ons voelen. En proberen eigenlijk gewoon
de taak van een heel de mannelijke energie op zich te nemen. Maar ze zijn het nog niet volledig. Ze zijn het nog niet volledig standvastig daarin. En dat maakt het een stukje lastiger. En wij voelen natuurlijk allemaal wat er aan de hand is, waardoor dat je gaat gaan twijfelen. Maar laat je mind geen roet in het eten gooien. Blijf focussen op die compassie. Blijf focussen op de liefde. En lukt dat niet, neem dan gewoon eventjes afstand. Neem gewoon die ruimte voor jezelf. En zoals dat deze kaart zegt, verbind je met dieren om je heen. Dieren zijn heel toegankelijke wezens om jou onmiddellijk in het nu te brengen. Om eigenlijk om je uit je hoofd en in je leven te brengen. Ik heb het deze week ook weer gehad met een paard. Door ernaartoe te gaan, heeft zij mij geholpen om een aantal emoties te kanaliseren. Om eigenlijk ook mij gewoon uit mijn hoofd te halen. En veel meer in het nu, in het moment waar dat belangrijk was. En dan op die momenten nadien creëren eigenlijk ook weer ruimte. Niet alleen voor je mannelijke energie, of voor de mannelijke energie, maar ook gewoon voor jezelf om inzichten te ontvangen. En hoe kunnen we nog meer terug naar eenheid en liefde? Ware liefde gaat over het hart en de energie. Nooit over woorden, nooit over fysiek contact en nooit over materiële geschenken. Hou dat in je achterhoofd. En het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. En dat heeft ook weer te maken met het meester worden van die mind, van die gedachten. Kijk ook naar de andere video dat ik gemaakt heb gisteren. Rond de valkuil, of wat ik het ook alweer noemt. Met conditionering, deconditionering en conditionering. Van valse spiritualiteit, valse ontwaking of zoiets. Ik weet ook al niet meer wat ik de titel genoemd heb. Inzicht geeft kracht en daarvoor kan je de goudgele vlam jou helpen om inzichten te brengen. Laat het afhankelijk gevoel los en daarvoor kan je de gouden vlam gebruiken. En de leegte is waar spirit tot je spreekt. En dat is hetgeen wat ik net gezegd heb. Het is belangrijk dat je ruimte creëert waar dat ofwel spirit naar je kan komen, of je mannelijke energie, of je team, of whatever dan ook dat maar is dat jij op dat moment nodig hebt. Want al door altijd zelf daar met je eigen energie vol te zitten, die ruimte vol te laden met jouw energie, dan creëer je geen opening. En dat is dan het moment waarin dat ze zeggen dat je de opportuniteiten en de kansen die het universum me brengt, niet ziet. Waarom? Omdat je eigenlijk de verkeerde kant op kijkt. Je zit eigenlijk op de verkeerde plek. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat het jullie wat inzichten heeft mogen brengen. Wil je zelf een reading die specifiek op jouw situatie toegepast is, omdat je wilt begrijpen wat er aan de hand is tussen jou en een zielspartner, dan kan je die natuurlijk eens even via de linkjes hieronder. Wil je een iets algemenere reading, dan kun je deze ook via mij reserveren, maar dan wordt dat gedaan door mijn collega, omdat ik mij specifiek toeleg op tweelingvlammen en tweeling zielsconnecties en dergelijke. Wat moest ik nog meegeven? Vanaf oktober starten we opnieuw met het traject waarin je leert werken met de vlammen. En dat is eigenlijk een hele goede manier om op een efficiënte manier jouw healing in handen te nemen. Om eigenlijk verantwoordelijkheid daarvoor te nemen op een zo'n manier dat echt volledig past in nu in deze tijd. Dus op een hele efficiënte manier, niet te lang, niet te kort, juist gepast. Dus als je dat meer wilt leren. Dan nodig ik je uit natuurlijk om je in te schrijven en ervoor te zorgen dat je voor begin oktober de inschrijving en de betaling in orde gemaakt hebt. Dan krijg je de inlog ook allemaal via zodanig dat je kan inloggen in de online leeromgeving. En dan kun je natuurlijk deelnemen aan de live sessies. Voor degenen die dat wensen, die liever ook persoonlijke begeleiding willen, dat kan ook. Daar werk ik ook samen voor met mijn collega. Waarom? Omdat ik eigenlijk de ruimte niet meer heb om individuele ondersteuning nog aan te bieden. Ik heb ook maar 7 dagen en 24 uur in de dag. Ik ben ook moeder van 2 tienerkinderen, dus zij vragen ook mijn aandacht. En net daarom heb ik besloten om iemand in mijn bedrijf mee op te nemen. Iemand die ik al 2 jaar kent, die ondertussen een goede vriendin geworden is. En die dus perfect in staat is om jullie te ondersteunen op een manier zoals ik het zelf ook zou doen. En op die manier hoop ik zoveel mogelijk mensen te kunnen begeleiden, zodanig dat je niet te lang moet wachten, maar dat je heel snel met de dingen aan de slag kan gaan.
Want als je er klaar voor bent, ben je er klaar voor. En dan wil je niet 3 maanden wachten voordat je kan aan de slag gaan. Dus dat gezegd zijnde, ik wens je een hele fantastische week. Morgen komt de reading van de vrouwelijke energie aan. En dan zien we wel wat de rest van de week geeft voor nieuwe thema's en andere video's. Dat was het en peace out, zoals mijn kids zeggen. Bye!